Nou, we hebben in Groningen hebben er heel veel borgen gestaan in de loop der eeuwen. Er zijn nu nog 16 over, waarvan 4 zijn museaal, waarvan de Menkhorenborg er 1 is. We doen alsof de bewoners even weg zijn, maar we hebben een hele leuke audiotour. En daarin zijn de bewoners weer terug. Dat wordt door Unico Allard en zijn echtgenote Christina Benting. Die vertellen aan de volwassenen waar, hoe ze wonen en wat ze er doen. En voor de kinderen, Gerard en Susanna, die maken dan samen met de kinderen van nu een hele spannende tocht door de borg. De Menkhorenborg is een volledig ingericht huis. En samen met de historische tuinen, de grachten en de singel wordt er een beeld gegeven van het leven en wonen in de 18e eeuw door een jonkersfamilie op een Groningenborg. MUZIEK